Goedemorgen, het is zondagochtend en ik ben een heel klein meisje die heel graag iets wil doen, dus die komt zo naar beneden en dan ga je het zien. Lijsa! Wat heb je? Lijsa. Wat zijn die? Die stonden op mijn lijstje toch? Oh, kaplaarzen, wat staat er op? Die vierbeestjes en bloemetjes. Oh, dat vind jij leuk? Ja. Wat zeg je dan? Dankjewel, Sinterklaas. Goed zo. Of Luisterpiet dan. Of Luisterpiet. Dan kan je doorzeggen aan Sinterklaas. Komt vast wel goed. Oh, zo schattig hoe blij ze is met het cadeautje. Sarah is zich nu aan het aankleden, want die heeft mijn broertje voor zijn verjaardag een cadeau gegeven dat ze samen naar Jump XL gaan. En mijn broertje is hier zo, want ze gaan vandaag erheen. En we waren gisteravond even heel bang dat het niet zou gaan, maar ze voelt zich gewoon goed. Dus ik heb zoiets, nou ga maar, als het niet gaat dan ben je zo weer thuis. En ze heeft er zoveel zin in, zo schattig. Ik zat eerst twijfelen, ga ik mee of niet? Maar er mag maar één begeleider de baan op, dus ja, dan zit je aan de zijkant, maar dan zie je eigenlijk nog niet heel veel. Dus ik wou gezegd dat ze van mij foto's en filmpjes moeten maken. Sorry, ik heb echt heel erg jeuk aan mijn oog. Dus die ga ik dan wel zien en daar ga ik het mee moeten doen. Daar moet ik echt wel aan wennen hoor, dat ze steeds vaker dingen zonder mij gaan doen. Maar dat vertel ik heel vaak, maar dat vind ik echt wel een dingetje. Ik vind het heel leuk en ook voor haar. Maar tegelijkertijd vind ik dat zo moeilijk soms. Hebben jullie er zin in? Ja. Ja? Ja. En kijk eens wat ik schrijf. Oh. Kak. Oh, viesbeuk. Nou, ze zijn gezellig in Jump XL. Ik was zo moe, want ik heb vannacht echt liggen waakslapen. Dus wat meer inhoud dat ik meer wakker ben geweest dan slapen. Dus ik maak heel even gebruik ervan. En ik ga nu even nog slapen. Kan ik even 3 kwartier pakken. En dan douchen en aankleden. En dan ben ik weer op tijd klaar. Maar ik ga even wat dingetjes regelen, dus ik ben lekker alleen. Dus ook niemand die herrie maakt of wat dan ook. Dus ja, wel rusten. Ik ben een klein beetje terug in het land van de levenden aangekleed, opgemaakt. Mijn haar moet ik nog wel doen, maar daar had ik geen zin in. Ik had honger. Ik heb lekker soepje voor mezelf gemaakt. Dat is met Oostenrijkse frittatten. Ik had een beetje veel frittatten gedaan, maar dat vind ik eigenlijk wel heel lekker. En ik kreeg net een appje. Sarah is met mijn broertje nog even bij de Mac. Dus die komt zo. En nou, ze heeft nog iets meer dan een uurtje, want dan moeten we alweer weg. Voor haar is het echt één grote feestdag. We gaan alleen maar leuke dingen doen. Dus kijk wie er weer thuis is. Ik ben gelijk onder de deken, want ik had het heel koud. Ja, maar ik had je niet zo warm aangekleed. Maar met springen krijg je het wel heel erg warm. Heet. En het was leuk, hè? Heet dan. Niet warm, maar heet. Oh, heet. Was het leuk? Ja, en ik heb heel veel pijn nog in mijn armen. Oh, jeetje. Van springen. En ik mocht oom helpen met het schakelen. Wauw, dat is wel heel cool. Heb je bij mij ook wel eens gedaan, hè? Dus jij hebt mijn kind rijles gegeven? Een beetje. Dus ja? Het deed erg goed. Oh, wat fijn. En we zijn bij bowling, maar het is een beetje te verharing. En kijk eens wie, met wie we zijn. Nee, dat denk ik ook. Ze hebben het helemaal niet door. Hallo! Hoi! Ja. Is dat een foto? Nee, een filmpje. Ging nog goed, hè? Slide. Blazen, Sarah. Blazen. Woe! Je moet wel oefenen, hè, voor Noah's feestje. Dan mag je weer boven. Echt, hè, dit. Hekkie. Altijd een slide. Hey, goed gedaan. Thank you.
grote en kleine mensen bij elkaar. Ja, dat wordt wat. Ik ken wel heel veel meiden namelijk. Dat is wel echt... Weet je dat concept, weet je wel, echt... Deze mag ook mee. Dat vind ik, kan je zelf aan mee. Hele gezellige avond gehad. Nu bijna thuis. Sorry, ik liep even heel erg donker. Ik ben ook niet scherp volgens mij. Maar goed, jullie zien toch bijna niks. Sarah gaat nog even snel zingen en dan lekker de petje in. Ja, jullie zien, dit is echt grappig. Maar kan dat wel filmen, maar het is te donker. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn school moet doen. Het is trouwens echt heel erg. Ik zit een vlog echt te editen van een paar dagen geleden. Het zei ik ook, ik moet echt mijn nagels doen. Nou, kijk. Ik heb het nog steeds niet gedaan. Maar ja, andere kant. Net als bij deze is het er zo ver af. Als ik 2 dagen wacht, dan zit er gewoon geen nagel meer op mijn nagels. Dat is in ieder geval beter dan dit. Ik moet het echt gaan doen, maar... Kijk, dit is zo'n kleine overloper. Die wil alleen nog maar bij Marco liggen. Hé? Je komt bijna nooit meer bij mij liggen, hè? Ja. Je vindt het baasje leuker om bij te liggen. Ik ga nu wel lekker naar mijn bedje. Morgen gaat de wekker gewoon weer vroeg. Dus bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Het is gratis. En duimpjes, reacties, als ze aanstaan, lang leven YouTube momenteel, zijn zeer welkom. En dan zien we jullie morgen. Doei doei!